Want oké, okay, wat is dan allesentie? Het is zo dat Aristoteles die had het al over de roerigheid van de jeugd. En Stanley Hall verwoordde het in 1904 voor het eerst als allesentie. En dat betekent dat we het hebben over een periode tussen de kindertijd en volwassenheid, ook wel de transitional stage genoemd, die gepaard gaat met great storm en stress. En is dat nou iets nieuws, hè, de allesentie? Is dat nou iets van de afgelopen jaren? Nee, dat is niet zo. Allesentie is niet iets nieuws. En eigenlijk kennen we het in alle culturen wel. En ook in diersoorten zien wij dat er een bepaalde periode is die we kunnen zien als allesentie. Wat wel veranderd is door de jaren heen, is de lengte van de puberteit en de start van de puberteit. We zien dus bijvoorbeeld dat meisjes veel vroeger menstrueren. Vroeger was vroeger rond de 15, 16 jaar. En tegenwoordig is het niet vreemd als dat al 12 jaar of eerder is. En ook zien we dat ten opzichte van vroeger de allesentie ook veel langer duurt. Vaak tot 20, 25 jaar. En deze periode van allesentie beslaat dus een veel langere tijd dan eerst. En interessant ook is dat er in veel traditionele culturen ook een soort van rite gedaan wordt, waarbij echt de overgang naar volwassenheid gevierd wordt. Bijvoorbeeld de Amazone, die doden een groot dier en dan drinken ze een soort van hallucinatiedrank. En dan wordt de man eigenlijk opnieuw geboren. Dus we zien, hè, dat die allesentie in verschillende culturen, diersoorten terugkomt. En dat dus die periode eigenlijk veel langer is, maar dat het eigenlijk altijd al heeft plaatsgevonden. En ik wil graag van jullie weten, wat denken jullie nou wat het doel is van de allesentie? En ik zou graag willen dat jullie dat even kort opschrijven. Wat denken jullie nou dat het doel is van allesentie? Dan krijgen jullie 2 minuten de tijd voor. Ook de studenten thuis graag. Er is een vraag. Beide. Ja, dus we zien bijvoorbeeld dat de ongesteldheid dat dus eerder begint bij meisjes. Dus de start is zeg maar eerder. Maar we zien ook dat de hersenontwikkeling en dan vooral de prefrontale cortex, hè, die zich nog moet, doorontwikkelen, dat ook langer duurt. Dus het begint vroeger en er zijn pubers die later puberen. Dus de range is groter. En het idee daarachter heeft ook te maken met bijvoorbeeld de evolutie. Dat op het moment dat er onzekerheid is, dan is het belangrijk om je voor te planten. Dus daarbij zien we bijvoorbeeld ook in bepaalde culturen, hè, waarbij er bijvoorbeeld minder eten is, waar meer stressoren zijn, dat meisjes eerder menstrueren. Maar ook in Nederland of in westerse landen zien we dat steeds vaker is. Niet zozeer omdat er zeg maar weinig eten of dergelijke is, maar omdat er gewoon veel meer stress is. Eenoudergezinnen, scheidingen en dergelijke zorgen ook voor stress, cortisol, noem maar op. Wat ook zorgt dat fysieke veranderingen eerder plaatsvinden. Goede vraag. Graag, dankjewel. Oké, ik wil graag aan iemand thuis of online en dan vragen. En ik ga bij jullie wel gewoon een beetje mensen eruit halen, want anders, dan kan ik misschien wel heel lang wachten, omdat het anders wat anoniem is. Max, zou jij aan mij kunnen vertellen? Ik weet niet of dat kan. Ja, kan dat? Lukt dat? Wat jouw doel, of wat volgens jou het doel van allesentie is? Volgens mij een soort van autonomie ontwikkelen bij de kinderen. Die willen zich eigenlijk een beetje losmaken van de ouders. Die willen zelfstandig worden, omdat ze zich volwassen voelen. Maar
ze zijn financieel nog te veel afhankelijk van hun ouders. Ze kunnen zich nog niet helemaal losmaken. Dus ja, eigenlijk een soort van gevoel van autonomie ontwikkelen, denk ik, dat wel het doel van de adolescentie is. Ja, heel goed. Inderdaad, dankjewel Max. Dat is inderdaad, het ontwikkelen van autonomie is een van de belangrijkste doelen van adolescentie. En daarvoor is het nodig dat adolescenten zich gaan losmaken van hun ouders bijvoorbeeld. En dus meer bezig gaan zijn met peers en leeftijdsgenoten. Daarbij is het trouwens niet zo dat ouders helemaal niet meer belangrijk zouden zijn. Het is eigenlijk meer dat er veel fricties zijn. En zullen we later ook nog op terugkomen bij sociaal emotionele college, dat het bij dat ouders eigenlijk dat die frictie er vooral is omdat ouders al veel langer vooruit kunnen plannen en al veel eerder zien dat adolescenten hun gedrag, wat het effect daarvan is op lange termijn. En adolescenten vinden dat toch heel lastig, omdat de prefrontale cortex dus nog niet goed is ontwikkeld en zij dus veel gevoeliger nog zijn voor bijvoorbeeld motivatie en beloningen. Dankjewel. Even kijken, dan ga ik deze weer minimaliseren. Kijken of dat gaat. Oh. Oké, dan gaan we verder naar de volgende slide. Het is ook belangrijk dat wij weten wat adolescentiepsychologie is en dat we dezelfde termen daarvoor gebruiken, omdat het belangrijk is dat we daarmee kunnen communiceren. Dus ook voor de klinische praktijk is het belangrijk om te weten wat adolescenten nou precies doormaken en hoe dat dan precies komt. Dus hoe ontstaan die problemen nu precies en wat kunnen we daaraan doen om die goed in kaart te brengen en op te lossen. En daarvoor is het belangrijk om te weten wat jongeren en adolescenten nou precies bezighoudt. Wat hun doelen zijn, waar zij status en plezier uit halen en hoe ze cognitief functioneren. Want alleen op die manier kunnen ouders, maar ook hulpverleners, dus jullie als professionals zometeen, of sommigen die misschien al stage lopen, beter communiceren met de adolescenten. En zoals Max net eigenlijk al zei, daarbij is het belangrijk om ook die autonomie van adolescenten te waarderen. En dat we dus ook vooral een luisterend oor bieden aan adolescenten. Daarnaast is het ook zo dat jongeren verschillen van elkaar. Maar ook binnen groepen zijn er belangrijke verschillen. Zo zijn er verschillen tussen jongens en meisjes, maar ook bijvoorbeeld met etniciteit. En als jullie bijvoorbeeld de wetenschappelijke literatuur induiken en jullie lezen de verplichte literatuur die ik jullie heb gegeven, dan is het altijd wel eventjes goed om in je achterhoofd te houden dat veel van de literatuur gebaseerd is op de westerse jeugd. Dus het is niet dat het altijd een even representatieve weergave is van de ontwikkeling van adolescenten binnen over de hele wereld heen. Want heel vaak zijn het toch vooral de westerse populatie die meedoet met onderzoek en waarvan data wordt vergaard. Dus dat is altijd wel even goed om in je achterhoofd te houden. En bovendien is het belangrijk om ook te weten voor die klinische praktijk wat nu precies die normale en die abnormale ontwikkeling binnen adolescenten is. Daarvoor is het ook belangrijk om met adolescenten altijd in gesprek te blijven gaan. Zo is het bijvoorbeeld zo dat veel ouders en hulpverleners eigenlijk niet bedenken of denken dat die transitie naar de middelbare school, dat eigenlijk de start is van de adolescentie. Maar ze vergeten eigenlijk, ook hulpverleners, dat er hormonale ontwikkelingen zijn die al veel eerder beginnen. Dus het is ook belangrijk dat eigenlijk die puberteit die gemarkeerd wordt in adolescentie, dat men bewust is dat al eerder begint. En dat er dus ook jongeren zijn die al veel eerder daar last van hebben. En dat dus ook eerder bespreekbaar gemaakt wordt. Dus eigenlijk is het advies om al de onderwerpen die gerelateerd zijn aan de ontwikkeling van adolescenten al eerder te houden. Omdat we ook hebben gezien dat die fysieke ontwikkeling of veranderingen ook al eerder plaatsvonden. En dat is dus belangrijk om daar rekening mee te houden. Dan kort de opzet van de cursus. Ik heb het al even gezegd. En voordat ik hier even mee verder ga, kunnen jullie nog verder? Hebben jullie nog energie? Ik zie sommige mensen geeuwen. En denken, oh jee, hebben jullie al pauze nodig of iets dergelijks? Of kunnen jullie nog eventjes door? Ja, ik zie hier ja geknik. Studenten thuis, wil ik jullie ook even, want ik wil jullie ook niet buitensluiten, want anders zou het geen hybride onderwijs zijn.
Even kijken, zijn hier studenten die, laat ik het anders zeggen, willen de studenten anoniem in de chat eventjes zeggen als zij echt niet door willen gaan en even pauze nodig hebben? Want als dat er heel veel zijn, dan stop ik eventjes. Als het er niet zo heel veel zijn, dan gaan jullie gewoon even een kop koffie halen of iets dergelijks. Nee. Oké, dan gaan we verder. Het volgende deel wat ik met jullie wil bespreken is ook niet inhoudelijk heel intensief of iets dergelijks. Het gaat vooral over de cursus. Want zoals ik eerder al zei, hè, het is, er zijn een aantal colleges, 4 belangrijke thema's. En die heb ik gebouwd onder belangrijke thema's die ik eerder beschreef. Er zijn dus 2 gastcolleges die gegeven zullen worden door Dr. Giletta en Dr. De Winter. En daarnaast zal er een responsiecollege zijn aan het einde. Zal de ene laatste college zal een, zullen jullie presentaties kunnen geven. Ga ik zo meteen meer over vertellen. En daarnaast zal er ook een interactief college zijn. En ik heb het zo geprobeerd op te bouwen dat jullie voor het tentamen niet meer heel veel nieuwe stof krijgen. Hè? Dus jullie zien dat, dat het interactieve college, daar wordt wel nog een tentamenvraag over gesteld. Maar jullie hoeven dan niet meer heel veel. Hè? Ik krijg heel vaak van studenten terug van ja, maar dan hebben we nog inhoudelijk college net voor tentamen. En dan moeten we dat ook nog leren, het is al superveel. En daar heb ik dus geprobeerd rekening mee te houden. Dus de inhoudelijke college heb ik zoveel mogelijk aan het begin geprobeerd te plaatsen om jullie wat meer minder stress te geven. Dat betekent ook dat er in totaal 9 open tentamenvragen zullen zijn. Het zijn open vragen. Ik heb ook een vraag gekregen of dat online is of ik weet niet of Vee hier toevallig in de zaal zit. Nee. Zij had namelijk een hele terechte vraag. Is het zo dat de college of de tentamen ook online gehouden kan worden of op campus? Ik heb dat nagevraagd. Ik heb de statuten erbij bekeken. En het is zo dat ik gewoon verplicht ben om jullie echt naar campus te laten komen voor tentamen. Dus dat mag niet online. En dat is gewoon omdat dat er gewoon weer wordt gestimuleerd om zoveel mogelijk hier op campus te zijn. Maar jullie krijgen dus 9 open vragen van mij. En over elk onderdeel krijgen jullie dus een open vraag. Dus jullie krijgen over de introductie krijgen jullie een tentamenvraag. Over cognitieve ontwikkeling, over morele ontwikkeling. Zijn er 3 gedragsontwikkeling, 4 massaontwikkeling. Over al deze eigenlijk. Behalve over het responsiecollege en de presentaties. En de seksuele ontwikkeling, dat zijn 2 colleges. Dus vandaar dat dat ook 1 vraag zal zijn. Dan de leerdoelen. Oh, dit is een vraag. Ja, Eva. Mm-hmm. Nee. Oh nee, sorry. Nee, ik heb een verzoek ingediend, maar dat is nog niet goedgekeurd door de examencommissie, om het wel via testvision te doen. Ja, dus dat heb ik ook ingediend. Alleen dat is dus een uitzondering. Maar ik ben dat inderdaad. Dus even voor iedereen en ook voor de studenten thuis. Hier werd gevraagd van de student hier. Ik weet toevallig haar naam, Eva. Die heeft voor de vorige keer een tentamen gehad. Jullie misschien ook wel. Waarbij je dus gewoon kon typen. En dat ben ik dus nu ook aan het navragen of dat kan. Maar dat is eigenlijk meer uitzondering dan dat het normaal is. Dus ik moet echt toestemming hebben van de examencommissie dat ik op die manier tentamen mag vormgeven. En dat zou dus betekenen dat jullie gewoon lekker achter je laptop of volgens mij wel op computers hier zo op campus een tentamen kunnen typen. En dat is voor jullie misschien fijn, maar dat is voor mij ook fijn. Want sommige studenten hebben een heel fantastisch moeilijk leesbaar handschrift. En dat scheelt mij dus ook heel veel moeilijk gedoe. En ook als ik alles in de trein mee moet scheulen elke keer, want ik mag het dan niet in de kamer laten liggen. Want dat soort dingen allemaal, dat scheelt mij dus ook heel veel. Dus in die zin ben ik daar inderdaad wel mee bezig. Goeie vraag. Maar goed, even naar de leerdoelen. En dat is de volgende slide. Ik ga hier nu niet heel erg lang bij stilstaan, want deze leerdoelen staan ook gewoon in de studiehandleiding. Maar het komt er dus op neer dat jullie eigenlijk verklaringsmodellen moeten kennen, dus theoretische modellen van adolescentiepsychologie binnen de belangrijkste thema's die aan bod komen. Dus hier zien jullie bijvoorbeeld staan de puberteit, seksualiteit, rol van leeftijdsgenoot, et cetera. Nou, dat valt dus allemaal binnen die thema's die ik al eerder heb beschreven.
Wat wel belangrijk is, is dus ook die kritische, dat kritisch reflecteren op de wetenschappelijke literatuur en het kunnen toepassen van die theoretische verklaringsmodellen in de klinische praktijk. En daarom is het dus ook belangrijk dat jullie ook de verplichte literatuur die ik ook al heb gedeeld met jullie op Canvas, in ieder geval de link daarin heb gezet en ook in de studiehandleiding, dat jullie die literatuur ook goed doornemen. Het liefst al voor de colleges, omdat ik daar ook al aandacht aan zal geven. Dus dat helpt jezelf vooral heel erg om daar al zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan. Nou, zoals ik al eerder zei, er zijn dus 4 thema's die belangrijk zijn. Daar ga ik nu niet heel lang, dat heb ik al heel vaak nu gezegd, dus dat moet denk ik wel duidelijk zijn. Dan de toetsing, zoals ik al zei, open vragen. Het zijn er 9, dus over ieder onderwerp 1. Het vindt plaats op 24 december op campus. Hopelijk kunnen jullie dus daar de computers gebruiken, maar dat moet ik dan nog even navragen. Dat horen jullie zo snel mogelijk. En jullie mogen, het is dus niet verplicht, een presentatie geven op 3 december. En als jullie die presentatie willen gaan doen, dan kunnen jullie een bonuspunt krijgen. Want, en dat is de volgende slide. Jullie krijgen van mij de gelegenheid om op 3 december, en dit staat ook in de studiehandleiding hoor, een presentatie te geven in groepjes van 3 à 4 personen. En als je dat fijn vindt, kan ik ook daarvoor een discussieplatform in Canvas openen, zodat jullie het met elkaar kunnen overleggen. Maar het is dus de bedoeling dat jullie eventueel, als jullie dat willen, in groepjes van 3, 4 personen een presentatie geven. En dat gaat dan vooral over het toepassen van de theorie, dus de wetenschappelijke kennis in de praktijk, klinische praktijk. En om dat bonuspunt te behalen, er zijn een aantal eisen. Er moet een actieve deelname zijn bij de presentatiebijeenkomst, dus op 3 december. Dat kan online, maar dat kan ook hier in Canvas. Moet ik zelf nog heel even over nadenken hoe ik dat precies vorm ga geven. Het is daarbij ook belangrijk dat jullie een uitwerking geven van jullie presentatie. Dat er maximaal 1500 woorden zijn. En die uitwerking die leveren jullie dus in per groepje na die presentatie. En de deadline daarvoor is 10 december. En dat bonuspunt dat geldt alleen maar als jullie een voldoende hebben voor het tentamen of het hertentamen. Dus het is niet dat jullie met dat bonuspunt een onvoldoende eventueel kunnen opkrikken tot een voldoende. Zo werkt het niet. Je moet wel eerst een voldoende hebben. Het is een jaar geldig. Dus mocht je nou nu een onvoldoende halen voor je tentamen onvoldoende halen, is het volgend jaar niet meer geldig. En dan moet je het eventueel opnieuw doen. Als je bij deelname en voldoende uitgewerkte presentatie krijgen jullie een kwart punt extra bovenop je cijfer. Bij deelnemen en een uitstekende presentatie en of uitwerking krijgen jullie een halve punt extra op jullie presentatie. Dus dat is in totaal maximaal een half punt. Dus het is niet een half plus een kwart. Nee, maximaal dan krijgen jullie een half punt erbij. Mits jullie een voldoende hebben en mits jullie dus aan die andere eisen voldoen. En daarbij is die link tussen de wetenschap en de praktijk, dus die staat daarin centraal. Het is belangrijk dat je een uitleg geeft over de achtergrond, het probleem wat jullie als groepje hebben gekozen. Dat dus gerelateerd is aan een van de 4 thema's en aan de problemen binnen alle essentie. Een overzicht geeft van de maatregelen en interventies. Geef aan wat momenteel wordt gedaan om het probleem tegen te gaan. En wat eventueel aanbevelingen zijn voor de praktijk. En de duur van de presentatie mag maximaal 5-6 minuten zijn. En dan kan je denken aan een minuut per slide. Zijn hier vragen over? Nee? Dit is dus echt een kans om zeg maar... Oh, dat is online. Kan jij die... Online is de vraag, kan de presentatie ook online vanuit huis? Ja, dat moet ik dus nog heel even bekijken. Ik wil wel het hybride kunnen blijven geven. Dus dat moet ik heel eventjes nog na gaan vragen. Het is dan wel een vereiste dat je dat dan met een groepje doet die daar dan ook hetzelfde in staat.
Maar ik moet daar heel even nog even over nadenken, omdat je dan ook zit met die actieve deelname tijdens de presentatiebijeenkomst. Tegen die tijd, 3 december, ben ik waarschijnlijk al helemaal volleerd met hoe dit allemaal werkt. Dus dan kan ik ook zorgen dat jullie ook meer actief bij aanwezig zijn. Maar daar kom ik dus nog heel eventjes op terug. Dus zet in ieder geval wel, mocht je dit doen, 3 december in jullie agenda. Want officieel ben ik niet eens verplicht om het nog online aan te bieden. Dus in die zin ben ik een beetje aan het struggelen hoe ik daarmee om moet gaan. Dus zet in ieder geval die 3 december in je agenda. Dat je eventueel wel echt met die reistijd zit. Eventueel dan wel extra kosten moet maken als je geen geldige student-OV hebt. Dus hou daar in ieder geval rekening mee dat het kan zijn dat je wel naar campus moet komen. Nog meer vragen hier of online? Ja, één vraag was of u invloed had op de tijd van het tentamen. Maar ik was al aan het typen dat docenten hier geen invloed op hebben. Ze kunnen hooguit zeggen, ik schrijf een mailtje. Maar eigenlijk in principe kan een docent niks doen aan de tijd van een tentamen. Nee, dat is heel jammer. Ik heb ook wel tentamens op een zaterdag moeten geven. Dat je echt, okay. Dus dat kan allemaal hier binnen. Dus dat is echt, ik hoop wel, omdat het daarna natuurlijk kerstnacht is. En misschien gaan jullie ook nog op vakantie en dergelijke. Dus ik heb al wel een mailtje gestuurd om misschien te kijken of ik daar wel toch stiekem een beetje invloed op kan uitoefenen. Maar daar heb ik inderdaad voor de rest niks over te zeggen. Ik kan alleen mijn wensen aangeven daarin. Nog meer vragen toevallig? Nee? Okay, dan gaan wij verder naar de leerdoelen voor dit college. Want de leerdoelen van dit college zijn dat jullie kennis nemen van het ITSO-model. Dat is Integrated Theory of Sexual Offending. Dat klinkt een beetje heftig, maar daar ga ik zo meteen meer over vertellen. Want het is eigenlijk, vind ik persoonlijk, een beter model dan het vaak gebruikte biopsychosociale model. Dus ik wil dat jullie daar wat meer over te weten komen. En hoe jullie dat kunnen toepassen binnen de adolescentiepsychologie. De leidraad van de cursus speelt daarbij een belangrijke rol. Hè? Dus dat je die thema's daarin kan verwerken. Nou ja, dat jullie dus kennis nemen van de 4 belangrijkste thema's die aan bod komen tijdens dit vak. En dat het dus eigenlijk, jullie moeten dit dus vooral zien ook als een verdieping van hetgeen wat jullie hebben gehad bij ontwikkelingspsychologie 1. Althans, studenten die hier hun bachelor hebben gevolgd. Maar ik ga ervan uit dat alle studenten, ook de studenten thuis, wel genoeg basiskennis hebben om in ieder geval de ontwikkelingen, de basis daarvan te weten. Dan ga ik nu wat meer verder met de inhoud. Want ik wil jullie graag het volgende model voorleggen. En omdat ik natuurlijk ook verbonden ben aan de klinische forensische psychologie master. En ik daar dit model veelvuldig gebruik. En ik dit ook heel goed toepasbaar vind binnen dit vak. Wil ik jullie dit ook aanbieden. En dit is dus een theoretisch model dat is ontleend aan de Integrated Theory of Sexual Offending van Ward en Beach 2006. En het lijkt heel erg op het biopsychosociale raamwerk dat we kennen vanuit ontwikkelingspsychologie, waarin fysieke en neurologische ontwikkeling cognitieve en gedragsontwikkeling sturen. En beïnvloed worden door omgevingskenmerken. En daarbij kan je bijvoorbeeld denken aan familie en peers. En dit ITSO-model is eigenlijk gemakkelijk te vertalen naar de adolescentie. En maakt eigenlijk bepaalde zaken wat specifieker dan het biopsychosociale model. Mag je 1 keer klikken als je wil, maatje? Ja, want eigenlijk waar dus eerst die offending staat, daar kan je dus ook eigenlijk dat gedrag in adolescentie zien. En dan mag je nog een keer klikken. Want eigenlijk wat we dus zien is dat, en jullie krijgen zometeen een vereenvoudigde versie hiervan. Hoor. Dus ik snap dat het heel ingewikkeld is, dus jullie krijgen zometeen een versimpelde versie. Dus, maar wat hier aan dit model belangrijk is, is dat er dus een interactie is tussen 1 biologische, neuropsychologische en ecologische factoren. En dat invloed heeft op de hersenontwikkeling en sociale leergedrag. En dat dat samen dus het psychologisch functioneren van de adolescent voorspelt. En dat er dus een wisselwerking is tussen bijvoorbeeld distale en proximale factoren. En dan kan je dus denken aan bijvoorbeeld temperament, maar ook bijvoorbeeld aan de relatie tussen ouder en kind. En dat daar dus een wisselwerking tussen is.
Daarnaast is het ook belangrijk om je te realiseren dat we te maken hebben met de evolutie. Dus variatie binnen een soort. Maar ook variaties die overleven verhogen of aanpassen vergemakkelijken. Denk maar aan de menstruatie, dat die dus eerder is om de voortplanting zeg maar, zoveel mogelijk te stimuleren in tijden van stress. En dat degene met een hogere kans op overleven, dat die zich eerder voortplanten. Ook hebben we te maken in dit model met de ecologie. En dat jullie hebben hopelijk allemaal al wel eens gehoord van het diathese stressmodel. Wat betekent dat er individuele kwetsbaarheden zijn in combinatie met veelal een negatieve omgevingsfactoren. En dat is eigenlijk allemaal binnen dit model verwerkt. En hier zien jullie dus dat ik daar allemaal dat ik die thema's die belangrijk zijn binnen dit vak daaraan heb gekoppeld. Maar ik wil het ook wat makkelijker maken voor jullie. Dus ik heb het model ook wat vereenvoudigd. Dus dit is het model wat eigenlijk iedere les gaat terugkomen. En dit is dus eigenlijk gebaseerd op dat ITSO-model wat eerder liet zien. Daarbij zie je dus eigenlijk dat er hormonale veranderingen zijn. Dat die spelen vooral binnen de puberteit, heeft te maken ook met seksualiteit. Dat zorgt voor een verandering van hersenstructuur. Dus het doet iets met de hersenen. Het doet dus daardoor ook iets met de cognities, met de doelen die personen kunnen stellen. En dat heeft weer invloed op het gedrag. En wij kijken dan vooral naar risicogedrag, emoties, maar ook bijvoorbeeld naar normale gedragingen. En wat is nou abnormaal gedrag en wat is normaal gedrag? Dus wat is het verschil daartussen? Daarbij is het dus ook belangrijk om te kijken naar de interactie met de omgeving. En daarbij kan je dus denken aan de sociale ontwikkeling in termen van interactie met ouder-kindrelatie, peers en media. En daarnaast is het ook altijd belangrijk om te kijken naar de interactie met de persoonlijkheid en met bijvoorbeeld genetische componenten daarbinnen. Zijn hier vragen over? Eva? Dat heeft vooral hormonale veranderingen. Heb ik hier als voorbeeld puberteit en seksualiteit gezet. Maar je kan bijvoorbeeld ook denken dat, dan moet ik heel snel iets bedenken, dat stress bijvoorbeeld, hadden we al besproken, dat zeg maar van invloed is op bijvoorbeeld de start van de oude kind of van de fysieke veranderingen. Dus je zou dus bijvoorbeeld hypothetisch kunnen zeggen dat als de oude kindrelatie niet goed is, of er is structureel heel veel stress vanaf de geboorte, dat daar iets aan de hand is, waarbij uit wetenschappelijk onderzoek op groepsniveau, moet ik er wel bij zeggen, dat er dus hormonale veranderingen eerder plaats kunnen vinden, waardoor dus ook bijvoorbeeld de puberteit eerder start. En door die puberteit, als meisjes bijvoorbeeld eerder menstrueren, zien we ook dat ze eerder geïnteresseerd zijn in mannen en dus eerder ook seksueel, zeg maar, zich daar op dat vlak bevinden, begeven. Dus op die manier kan het invloed hebben. Maar bijvoorbeeld ook media kan invloed hebben weer op de seksualiteit. Dus in die zin zeg maar meer. Dus niet zozeer op zeg maar, de hormonale veranderingen op zich, maar wel bijvoorbeeld de bepaalde stofjes. Denk aan dopamine, wat ook weer een rol kan spelen. Dus het is een goede vraag, maar het is dus eigenlijk meer dat het zeg maar, met elkaar verband houdt. Dus het is niet per se dat het een causaal verband is. En dat is misschien het beste antwoord. Het is niet dat het een tot de ander leidt, maar het kan elkaar versterken. En het is daarin wederkerig. Zijn er nog meer vragen hieruit in de zaal of thuis misschien? Oh ja. Ja. Of misschien kan jij met het microfoon. Nee, dat vond jij niet fijn, hè? Nou, we kijken wel. Maar goed, studenten thuis om dat even aan te geven. Maar dit is dus wel echt belangrijk dat jullie dit begrijpen. Want dit model zal dus iedere keer terugkomen. En elke keer zullen we de schakels tussen verschillende onderdelen toelichten of benadrukken. En daar zal ik dus ook meer over vertellen. Dan wil ik graag verder met de fysieke ontwikkeling. En dit is een beetje basale kennis die jullie eigenlijk waarschijnlijk al wel weten. Maar ik had ook al gezegd dat dit eigenlijk een soort van kennismaking is om weer, als we het dan hebben over echt de onderwerpen, dat jullie helemaal up-to-date zijn. Zeker als je je master hier hebt gedaan.
Want er zijn verstoringen in veranderingen in het hormoonhuishouden. Dus als een adolescent of gaat puberen, dan zijn er veranderingen. En het zijn dan vooral de adrenale klieren die bepaalde androgenen afgeven. En die zorgen bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van schaamhaar, verandering in huid en lichaamsgeur en seksueel verlangen. En dat begint eigenlijk al, die eerste verandering, hormonale verandering, begint eigenlijk al rond de 6-8 jaar. Daarna, zeg maar, als die veranderingen zeg maar, beginnen, dan begint daarna ook de EPA-axis een rol te spelen. En die zorgt onder andere voor de afgifte van oestrogenen en testosteron. En deze periode begint dus eigenlijk steeds eerder, hè, en beslaat dus in de meeste gevallen zo ongeveer 5 jaar. En die hormonale veranderingen die zijn ook grotendeels genetisch bepaald. Dat betekent dus dat als de vader en moeder vroeg starten, dan start het kind waarschijnlijk ook vroeg. Maar ook bijvoorbeeld stress, met name bij meisjes, zorgt dus voor het eerder starten van de puberteit. En dat blijkt dus ook uit onderzoek dat meisjes uit gezinnen met alleenstaande moeders, of die veel stress ervaren in de kindertijd, dus ook eerder zeg maar beginnen te puberen dan meisjes die stress minder ervaren. Ja. Ja, wacht, ik ga heel even onder, want ik moet het herhalen. Dus niet dat het. Dus hier wordt gevraagd van hoe kan het nou dat eigenlijk de puberteit eerder begint vanwege stress, terwijl eigenlijk de stress minder, volgens jou minder is in de maatschappij. Heb ik het zo goed verwoord? Nou, dus hier wordt gezegd dat er op individueel niveau dat je zou kunnen zeggen dat er meer stress is. En op groepsniveau dat ik zei minder stress. Nee. Oké, okay, wacht. Op individueel niveau, ja, dat is misschien beter, want ik hoor jou ook niet zo heel goed namelijk vanaf hier. Sorry studenten thuis, er komt nu een microfoon aan. Nee, mijn vraag is, ja, je zegt net... door stress begint de puberteit eerder. Mm-hmm. Maar hoe kan het dan dat als we door de jaren heen kijken, de meisjes werden vroeger op 15, 16 was gemiddelde leeftijd, nu is dat 12 of zo. Mm-hmm. Maar er is toch juist minder stress in onze maatschappij gekomen. We hoeven meer gezondheid is beter, voeding is beter. Dus dat vind ik even gek om dat dan te snappen. Ja. Hoe dat zit. Ja, ik begrijp je vraag. Het ligt er een beetje aan hoe je kijkt naar stress. Want als je het vergelijkt met niet-westerse landen, dan zou je inderdaad kunnen zeggen, we hebben minder stress en alles is veel beter geregeld. Maar stress zit hem ook bijvoorbeeld heel erg op het sociaal-emotionele vlak. Dus we zien dat meisjes en jongens eigenlijk veel jonger al moeten presteren op school. Dat er veel meer vechtscheidingen zijn. Er wordt veel meer van ze verwacht. Dus op die manier is het steeds meer dat ze steeds veel meer moeten voldoen aan bepaalde verwachtingen van de maatschappij. Dus we zien dat in westerse landen, zoals in Nederland, eigenlijk de stresssituaties veranderen. Maar even goed stress veroorzaken. Vooral bij jongeren die juist heel graag zichzelf nog heel erg meten aan anderen. Dus in die zin, en op groepsniveau, wat ik daarmee bedoel, is vooral dat onderzoek vooral gedaan is op groepsniveau. Dus als jullie ook zo meteen de literatuur lezen, dan is het altijd dat het op groepsniveau gevonden is. En daarbij kan je dus niet zeggen dat het op individueel niveau ook exact zo is, maar je zou wel kunnen zeggen, in grote lijnen komt het daarmee overeen. Is daarmee je vraag beantwoord? Yes. Oké. Okay. Waar was ik gebleven? Dus er is nog een vraag. Oh, er is nog een vraag. Sorry, ja. Sorry. Nee, hoef je absoluut geen sorry voor te zeggen. Maar net werd er... Dit vind ik echt heel raar. Net werd er ook gezegd dat er eerder werd voortgeplant als er dan stress is. Maar mensen krijgen nu toch later kinderen? Ja, dat is vooral het...
Er is een verschil tussen, zeg maar, de evolutionaire processen die aan de gang zijn en hoe mensen daarop acteren. Dus evolutionair gezien is het zo van, oké, als er een stress is, dan moet men, hè, dan moet er gewoon, zeg maar, evolutionair gezien voortgeplant worden. Dan is het dus zo dat ons lichaam eigenlijk geprogrammeerd is om dat zo goed mogelijk te doen. Dus dat betekent dat bij stress dat wij al eerder klaar zijn om ons voort te planten. In westerse landen hebben wij zoiets van, ja, maar er zijn ook andere processen die belangrijk zijn. Bijvoorbeeld, hè, vrouwen zijn steeds hoger opgeleid, beginnen veel minder gauw aan kinderen en dergelijke. Maar ik heb het dan vooral over, hè, het gemiddelde worldwide, zeg maar. En dan zien we wel dat daar echt een verschil in is. En je zou zelfs, maar dat is hypothetisch, dus dat is niet wetenschappelijk bewezen, maar je zou zelfs kunnen denken dat, zeg maar, dat eerder menstrueren, dat heeft misschien meer te maken met het algemene, dat men de tijd waarin men zich kan voorplannen groter wordt. Maar bijvoorbeeld het idee dat het puberen langer duurt, dat weer meer past bij de westerse maatschappij. Omdat het dan langer duurt, zeg maar. Dan wordt het langer uitgestrekt. Dus het is niet dat alles wat ik nu zeg, letterlijk is dat ook iets hoeft te betekenen. Het zijn gewoon, ja, het zijn gewoon processen door de jaren heen die ervoor zorgt dat er ontwikkelingen zijn en dat daar dus veranderingen zijn, fysiek gezien, binnen adolescenten en de puberteit. Is daarmee je vraag beantwoord? Zijn er nog vragen thuis? Ik kijk heel vaak daar, maar dat is de camera, zeg maar, die voor de mensen thuis, dat zij ook het gevoel hebben dat ik hun aankijk, hoewel ik naar een camera kijk. Maar zijn er nog vragen thuis? Maatje? Nee? Oké, dan ga ik verder. Dus het laatste wat ik zei is dat meisjes uit gezinnen van alleenstaande moeder uit onderzoek dan, zeg maar, dat het bleek dat veel stress tijdens de kindertijd zorgen dat zij dus ook eerder gingen menstrueren. En ik weet dus eigenlijk ook eventjes niet in welke landen dat waren uit mijn hoofd. Dat kan ik nog wel eventjes opzoeken, is misschien wel interessant. Wat we daarnaast ook zien is dat er veel fysieke andere ontwikkelingen zijn, zoals bijvoorbeeld de toename van het lichaamsvet en spiermassa, vooral bij mannen. Een toename van de lengte van de menstruatie bij meisjes, dan wat we eerder bespraken, stemverandering bij jongens, etc. En die verschillende maten van puberteit, die kan je meten op verschillende manieren. En eentje daarvan is, zeg maar, de tenor stages. Daar zal ik zo meteen nog wat meer over vertellen. Maar ook bijvoorbeeld de timing. Maar ook de relatieve ontwikkeling ten opzichte van peers is daarbij belangrijk. Dus je ziet vooral dat er in verschillende culturen dat daar dus een verandering in is. En die vroege of juist die late puberteit, dat heeft dus consequenties voor bepaald probleemgedrag. Want hier zien jullie een plaatje over, eentje terug. Ja, deze. Dan zien jullie een plaatje van het tempo en de timing van de puberteit. En hier zien jullie dat ik weet niet meer of je dat tegenwoordig nog zo mag zeggen, maar Black African American Girls in de Verenigde Staten, die zijn aangetoond met, zeg maar, het zwarte rondje, dat die eigenlijk in de VS veel eerder vroeger puberden. En toen is gekeken, hoe komt dat dan? Dan kwam dat door een lage sociale economische status ten opzichte van andere groepen, meer stress tijdens de jeugd en vaker in oudergezinnen. En die vroegpuberende meisjes, die hadden ook een groter risico om eerder met oudere jongens, vrienden om te gaan en daardoor meer probleemgedrag te krijgen. En het bleek ook dat deze meisjes ook meer internaliseerde problemen hadden, meer onvrede over hun lichaam, bijvoorbeeld toename van het vet en ten opzichte van meisjes die minder aan het puberen waren. En die vroege pubertal timing en sneller pubertal tempo, die zijn ook geassocieerd met de afname van peerkwaliteit. Zij voelden zich minder verbonden met hun peers. En ook de relatie met jongens verklaarde de relatie tussen die vroege puberen en depressieve problemen. Dus er was een relatie tussen het vroege puberen en depressieve problemen, wanneer zij dus al vroeg geïnteresseerd waren in jongens. Dus wat we eigenlijk ook hier zien is dat die veranderingen in de puberteit, dat die ook gevolgen hebben voor de rol van seksualiteit.
En dat komt in een van de gastcolleges ook nog wat meer aan de orde. Maar dat is ook dus wel belangrijk als we kijken naar de dagelijkse behandeling van jongens en jongeren in klinische praktijk, dat het eigenlijk steeds vaker aan de hand is. Misschien komt het ook al door de hele veranderde maatschappij, dat er veel meer nadruk ligt op hoe meisjes dat seksualiteit ervaren. En nu was er ook weer iets in het nieuws met injecties en dergelijke die worden toegediend. Nou, dat zijn allemaal wel ontwikkelingen waarbij men wel meisjes steeds meer bespreekbaar durft te maken waar zij mee zitten. En dat heeft ook vooral te maken ook met die ontwikkelingen binnen de adolescentie. Dan wil ik graag door met, dus dit is het eerste thema, fysieke ontwikkeling. En dan wil ik nu even kort door naar het volgende thema, cognitieve ontwikkeling. Hier wil ik heel eventjes doorheen skippen. Dit is gewoon een plaatje wat heel leuk is. Hier wil ik ook eventjes doorheen skippen. Want ik neem aan dat jullie de cognitieve fases allemaal wel kennen. Dus hier wil ik nog wel heel even bij stilstaan. Want als we het hebben over die cognitieve ontwikkeling, dan moeten we het vooral hebben over die cognitieve functies. Die nemen namelijk toe. Dus het betekent dat als adolescenten ouder worden, dat er dus sprake is van toenemende cognitieve functies. Dus bij die overgang van kinderen naar adolescenten, dan neemt dat dus, nemen die toe. En als dan adolescenten naar volwassenheid, is het de bedoeling dat dat dus echt dat de prefrontale cortex zich beter gaat ontwikkelen. Dat betekent dus ook eigenlijk dat de hersenen minder plastisch worden, maar meer flexibel. Dat betekent dat in adolescenten dat de hersenen eigenlijk dat zij beter kunnen switchen en dus veel gevoeliger zijn voor motivatie en beloning. Dus als zij worden blootgesteld aan een omgeving met peers, waarbij zij een hele sterke prikkel van motivatie of van beloning krijgen, dat zij daar flexibel voor zijn en eerder bepaald gedrag zullen vertonen, omdat zij daartoe gemotiveerd zijn dan bijvoorbeeld thuis, waarin zij die prikkel minder sterk ervaren. En dat heeft allemaal te maken met risicogedragingen en zelfregulatie. We zien namelijk dat er een toename is sowieso in adolescentie in risicogedrag. Dat de rol van leeftijdsgenoten daarbij een rol speelt. Dat er ook een toename is van gedraginhibitie, maar ook een toename van sensatie zoeken. En die discrepantie zal ik later ook nog een keer bespreken tijdens het volgende college. En we zien dat er de integratie is van de prefrontale cortex en andere hersengebieden. Maar dat die nog, totdat het echt goed geïntegreerd is, nog optimaal is. Wat ik hier zeg, daar ga ik het allemaal nog veel uitgebreider over hebben. Maar als ik dit, jullie moeten nu in ieder geval wel het idee hebben, wat je hier zegt, dat komt niet helemaal uit het niks. Ik weet dat er iets met de prefrontale cortex is bij adolescenten. Dat er een toename is van executieve functies. Dat is de bedoeling dat jullie dat, wat ik hier op deze slide heb gezegd, dat jullie dat in ieder geval wel in grote lijnen weten. Dan wil ik naar de volgende slide. Deze sla ik ook eventjes over. De morele ontwikkeling. Ik ga er even voor het gemak van uit, want daar gaan we het ook nog veel verder over hebben in volgende week. Over de Kohlberg's moreel redeneren. En dat daar verschillende stages in zijn. Daar krijgen jullie nog uitgebreid, daar kom ik nog uitgebreid op terug. Maar wat voor nu in ieder geval belangrijk is, is dat binnen de adolescentie dat daar ook een omslagpunt is. Dus als we kijken naar bijvoorbeeld kinderen, hoe zij bepaalde dilemma's ervaren ten opzichte van volwassenen, dat daar dus echt een verandering in is. En dat men eigenlijk met het volwassener worden daar een omslagpunt in zit. En daarvoor wil ik graag met jullie het Heinz-dilemma bespreken. Kent iemand hier het Heinz-dilemma? Jij kent het, Ken? Nog meer? Hier zo nog meer. Zou jij? Jij kent het ook? Zou jij aan mij willen uitleggen? Het staat ook op de slide, maar even in je eigen woorden. Wat je daar al van weet, ten opzichte van kinderen en adolescenten. Ja, wat er staat is dat die vrouw van hem ziek is en dat hij geen geld heeft voor de medicijnen. En de vraag is dan, mag hij ze dan stelen om zijn vrouw beter te maken?
En het was volgens mij zo dat kinderen zeiden, nee, mag niet, want stelen mag niet. Dus kinderen zitten echt nu op het niveau van, als het niet mag, dan mag je het niet doen. Mm-hmm. Terwijl adolescenten vaker neigen richting, het mag wel, want er zit een goede reden achter. Want anders gaat zijn vrouw dood. Ja, volgens mij wel dat een beetje. Dat adolescenten meer denken van, oké, als er zo'n grote reden achter zit, dan kan je de regels kan je wel laten versoepelen. Terwijl kinderen echt zeggen van, ja, nee, het mag niet. Dus het mag gewoon nooit. Ja, heel goed. Dankjewel. Want ik wil, want eigenlijk heb je het al heel goed verwoord. Dankjewel daarvoor. Ik wil graag naar de volgende slide. En dat is inderdaad een filmpje. Sorry, Maatje. Ik zet je echt heel veel aan het werk. The basis of children's reasoning and judgments about moral decisions changes over time. Children between the ages of 6 and 10 tend to judge acts as unilaterally right or wrong, focusing on rules and consequences. Intentions are often neglected. I'm going to read you a story now, and then I'm going to ask you some questions after I read the story, okay? Are you ready? Okay. In Europe, a woman was dying from a special kind of cancer. In the same town where the woman and her husband Heinz lived, a druggist had discovered a possible cure. But the medicine cost much more than the woman or her husband could afford. So Heinz, the sick woman's husband, then borrowed all the money he could, but still only had half of what he needed. Heinz told the druggist that his wife was dying and asked him to sell the drug cheaper or to let him pay later. The druggist replied, "No, I discovered the drug, and I'm going to make money from it." Heinz then became desperate and broke into the store to steal the drug for his wife. Should Heinz have stolen the drug? No. 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 Moral decisions at this age are made at the pre-conventional or conventional level and reflect either a punishment-reward orientation or the desire to obey rules and conform to social norms. Why is it wrong? Because you never know if somebody's hiding where police are close, and there are maybe police or spies sneak in there. Because stealing could turn you into a criminal. Because you might get caught, you'll be sent to jail. Even though she was finna to die, that doesn't give him a right to steal. No, even though that his wife was in desperate need, it still isn't right to steal. In middle childhood, children are only beginning to question the absolute nature of laws and rules and consider the impact of intentions on moral decisions. Was it actually right or wrong to have stolen the drug? I can see why he would do it, but I don't think it's right. Well, it wasn't okay, like, lawfully, but, like, it's better than somebody dying. I would say yes, because he probably cares about his wife a lot, and he doesn't want her to die anything, and say no, because it's not good to steal. Oké. En wil ik nu graag ook een filmpje laten zien van alle centen. As adolescents begin to think more abstractly and become better able to take another's perspective, they also become better able to consider multiple perspectives and use their own ethical principles when presented with a moral dilemma. Moving into what Kohlberg referred to as the post-conventional stage of moral reasoning. When presented with Kohlberg's Heinz dilemma and asked if Heinz should have stolen the drug to save his dying wife, Tim, Lauren, and Alan illustrate these changes in moral reasoning. I probably would have. I would have done the same thing. If it was like my mother or something, I would have done it. I would have taken whatever, done whatever it takes. Why? Because if you care about somebody and you're trying your hardest to do something for them and things are in your way, sometimes you just gotta last resort type thing, steal it, whatever you have to do. I think it was right. Just because, like, even though, because everything in the world comes down to money, and we just over obsess about money. And I'm just like, if you want to help out a fellow human being, I'd rather do that than have just a bunch of paper.
Absolutely. To punish someone because of going above and beyond out of love for somebody, I think goes over the bounds of our understanding. So if you had to say, was Hines right or wrong to steal the drug? What'd you say? Oh, man. I'd have to say he was right. Oké, dit was een introductie van zeg maar de eerste twee thema's. Dus we hebben nu fysieke ontwikkeling gehad, we hebben nu de cognitieve ontwikkeling gehad, waarbij morele ontwikkeling een onderdeel is. En hier zagen jullie dus inderdaad wat de student over daar, ik weet je naam even niet, maar zei heel mooi al verwoorden dat er een verschil is tussen kinderen, hoe zij daarin redeneren en adolescenten. En een vraag die je zou bijvoorbeeld zou kunnen krijgen op het tentamen, ik zeg niet dat die erin zit, van leg eens uit hoe dat dan precies zit. Hoe zit dat dan met veranderingen in het brein, wat ervoor zorgt dat kinderen beter in staat, of kinderen nog niet op die manier naar dit dilemma kijken en adolescenten wel. En leg dat dus uit aan de hand van de prefrontale cortex. Vertel daar iets over. Vertel iets over hormonale veranderingen die daarbij betrokken kunnen zijn. En hoe ontwikkelt zich dat? En hoe dan? En wat zijn de oorzaken daarvan? Nou, dat zou bijvoorbeeld een vraag kunnen zijn die ik zou kunnen stellen. Die jullie nu overigens dus nog niet helemaal hoeven te beantwoorden, maar aan het einde van deze colleges wel. Dus ja, ik heb nu dus de thema fysieke ontwikkeling geïntroduceerd, neurocognitieve ontwikkeling geïntroduceerd. En nu wil ik heel kort nog stilstaan bij sociaal-emotionele ontwikkeling. En daarbij spelen de ouders een belangrijke rol. En er is veel discussie geweest en eigenlijk nog steeds, maar nu wat genuanceerder, over de rol die ouders spelen bij de ontwikkeling van hun kind. Dat wij zo nauwkeurig nog kijken naar de opvoeding van kinderen is iets wat niet vanzelfsprekend is en wat voor de 15e eeuw en eigenlijk nog tot laat 18e, 19e eeuw of 20e eeuw eigenlijk ook nog helemaal niet gebeurde. Want kinderen werden eigenlijk vroeger vooral als werkkrachten gezien. En in de 17e, 18e eeuw, toen kwamen er eigenlijk twee opvattingen over opvoeding en de rol van de ouders. John Locke, die heeft het over de tabula rasa. Een kind is een onbeschreven blad en dient door een goede omgeving, door de ouders, te worden gesmeed tot een goede burger. En de laissez-faire opvatting, die eigenlijk zegt, laat de natuur zijn weg volgen en laat kinderen met zo weinig mogelijk inmenging van de ouders opgroeien. En dat zijn dus ook twee richtingen, dat zien we ook terug bij adolescenten, van wat is nou precies die rol van adolescenten. En als we dan kijken naar bijvoorbeeld die rol, dan zien we dat vooral monitoring en controle belangrijk daarin zijn. Daarbij weten we dat uit eerdere studies en theorieën vooral van toepassing zijn op de jongere kinderen, dat monitoring en controle heel erg belangrijk is. En ik wacht heel eventjes, sorry. Ja, kan je doorklikken? Ja, dat is super. Want we zien dus eigenlijk dat in de adolescentie dat die autonomie eigenlijk steeds meer toegeeft en toeneemt. En dat adolescenten eigenlijk veel minder behoefte hebben aan hun ouders. En zij willen graag wel controle uitoefenen. Nou, nu is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen monitoring en controle. Jullie zullen ook literatuur lezen waarin beide begrippen aan bod komen. En eigenlijk is het ook een beetje de vraag van, hè, is het nou zo dat als we kijken naar monitoring, dat dan ook daadwerkelijk is dat men meer zicht heeft op wat er speelt bij adolescent? Of is het niet zozeer dat adolescenten die eigenlijk niks te verbergen hebben, eerder zullen zeggen waar ze zijn? En dus dat ouders dus van die kinderen, die adolescenten dus beter op de hoogte zijn. En dat die dus die adolescenten juist kunnen monitoren. Dus dat is monitoring eigenlijk wel een goede variabele om mee te nemen in je onderzoek als je naar problemen van adolescenten wil gaan kijken.
En voorheen was eigenlijk altijd het advies aan ouders, ga na waar je kind is, met wie hij is, wat hij doet en dergelijke. Echter weten we ook dat dat dus eigenlijk niet zo heel veel uithaalt. Want als een kind drugs of sexting of wat dan ook doet, gaat hij dat dan echt tegen zijn ouders vertellen? Nee, juist de adolescenten die daar minder mee te maken hebben, wat dan ook, die zullen dat minder vertellen. Dus daarbij is het van belang dat als jullie dus de literatuur induiken en jullie kijken daarnaar, dat jullie dus bewust zijn daar dat verschil. En dat monitoren dus vooral gaat ook, oké, wat weet je van het kind, maar ook wat laat het kind toe en wat wilde je dus vertellen. En dat controle er gaat over het controle hebben over het gedrag van het kind. En binnen de controle hebben we psychological control en hebben we ook instrumental control. En Julia, ik zit te kijken eventjes naar jou. Heb jij je onderzoek daarna gedaan? Naar controle toevallig in jouw thesis? Ja, een beetje. Hè? Dat dacht ik al. Julia is namelijk een student van mij geweest. Maar het is dus zo dat je dus als je naar die controle kijkt, dat je dus te maken hebt met psychologische controle en instrumentele controle. En dat het dus positief en negatief kan zijn. En als je dus kijkt naar monitoring, dat dat dan vooral gaat over wat een adolescent wil vertellen. En daarom wil ik daar toch nog heel eventjes een beetje sidetracken, maar ik vind het toch belangrijk om dat te doen, omdat het wel gaat helpen bij het lezen van de literatuur, dat daar een verschil in zit. Want wat niet weet, wat die deert eigenlijk, hè, dat is hoe de adolescenten denken. Dus als wij meten wat monitoring is, ja, dan is het dus wat een adolescent loslaat. En daarom is het dus een belangrijk om een onderscheid te maken als we in de literatuur kijken naar de kennis die ouders hebben en hoe ze aan die kennis zijn gekomen. Is het bijvoorbeeld zo dat het kind het zelf vertelt, dus child disclosure? Is het zo dat de ouder naar vraagt? Of is het zo dat ouders ook echt controle uitoefent om aan die gegevens te komen? Dus als jullie de literatuur induiken, dan kom je soms misschien parental control tegen, soms een child disclosure. Wees altijd bewust dat er een verschil zit in hoe die variabelen gemeten zijn. Dat het dus echt heel erg belangrijk is om daarbij dat je daar wel bewust van te zijn. En er zijn eigenlijk in de literatuur twee verklaringen voor de relatie tussen disclosure en delinquentie. We hebben de temperamentsverklaring en we hebben de hechtingsverklaring. Als we kijken naar de temperamentsverklaring, dan zeggen we eigenlijk dat adolescenten eigenlijk veel opener en aardiger zijn bij een laag temperament en daardoor dus eigenlijk meer dingen zullen delen met hun ouders. En vanuit de hechtingsverklaring zouden we kunnen zeggen dat degene die een goede band met hun ouder hebben, dus veilig gehecht zijn, dat zij dus eerder geneigd zijn om informatie met hun ouders te delen. Want hechting hangt ook bijvoorbeeld samen met delinquentie. Maar nu is het zo dat we binnen de adolescentiepsychologie juist zicht willen hebben op juist die kinderen met een hoger temperament vaak en de kinderen die dus minder vaak zijn, veilig zijn gehecht. Dus we moeten ons als professional ook altijd wel realiseren dat we ons best moeten doen om dat dialoog met die adolescenten ook echt aan te blijven gaan. En dat we dus misschien ook peers erbij moeten trekken als we onderzoek doen. Dat noemen we network analysis. Dan kunnen we dus kijken van oké, als we willen kijken hoe een adolescent zich ontwikkelt, is het niet alleen handig om aan de adolescent te vragen hoe die zich voelt, maar ook aan de ouders, de omgeving en medestudenten of medeleerlingen. Scholieren. Dan wil ik even door naar de volgende slide. Er mag nog eentje verder. Wat ook nog aan bod komt bij dit thema sociaal-emotionele ontwikkeling naast ouderschap zullen peers zijn, sociale status, selectieproces en sociale beïnvloeding. En daarnaast zullen we het ook nog in een college hebben over media. Want dan wil ik nu naar het laatste thema wat we tijdens dit vak zullen gaan behandelen. En dat is de gedragsontwikkeling. En als we kijken naar de gedragsontwikkeling, dan houden we ons vooral binnen de adolescentiepsychologie bezig met risico's. En dan vooral met een toename van die risico's.
Want de jeugd is verantwoordelijk voor een groot gedeelte van het aantal delicten wat gepleegd wordt. En als we echt kijken naar delinquentie, dan heeft Terry Moffitt daar een heel mooi artikel over geschreven. En dat heet, daarin legt hij eigenlijk uit de dual taxonomy. En daarin heeft hij het eigenlijk over adolescence limited en life course persistent adolescence. En daarbij zegt hij eigenlijk, oké, je hebt adolescenten die dus eigenlijk wel risicogedrag normaal eigenlijk risicogedrag laten zien. Maar dat neemt toe en neemt ook weer af gedurende de lifespan. En dat je ook life course persistent hebt. En dat zijn dus echt adolescenten die doorgroeien tot zeg maar echt, waarbij het echt psychopathologie wordt. En jullie moeten later ook een artikel lezen over de fast track. En die richt zich dus vooral op die life persistent doelgroep van adolescenten. En Moffitt heeft het daarbij vooral over die maturity gap. En dus hier zien jullie in dit plaatje, zien jullie dat er dus vooral binnen die adolescentiepsychologie of adolescenten, dat daar een toename in offenders zit. Maar als je naar het volgende plaatje kijkt, dan zie je dus echt die adolescence limited en life course persistent ontwikkeling van risicogedrag. En dan zie je dus eigenlijk dat de curvilineaire kwadratische verband, dus dat het normaal gesproken dus zo is dat het ook weer afneemt. Dat is een normale ontwikkeling en een abnormale ontwikkeling is dus die life persistent ontwikkeling. En die fast track die richt zich dus voornamelijk op die life course persistent group. Waarbij eigenlijk de gehele leven lang crimineel gedrag vaak ontstaat. En die alles limited, dus dat het eigenlijk een tijdelijk antisociaal gedrag groep is. Of dat ze dat vertonen. Dan even heel kort, dit is een onderzoek wat ik zelf heb gedaan, ook naar antisociaal gedrag. En als jullie kijken naar het volgende plaatje. Hier zo dan zien jullie hoe het ik kijk vooral naar genetische mutaties en naar dopamine. En ik zit dus heel erg in zeg maar neurotransmitters, maar hoeven jullie even niet te weten. Maar wat jullie hier wel heel duidelijk zien is dat ik in een onderzoek bijvoorbeeld naar de delinquentie over 5 meetmomenten heen. Dat we heel erg zien dat er een risicogroep er is. Dus als je kijkt naar adolescenten met een bepaalde mutatie van een gen wat codeert voor minder dopamine. Dat is dus de min A1 allel en negatieve support. Dus de min support is ervaren lage ouderlijke steun. En plus support is dat ze veel ouderlijke steun ervaren. Zie je dus dat in die risicogroep, dus die adolescenten die minder ouderlijke steun ervaren, dat juist die kinderen met minder dopamine, dat die meer delinquent gedrag laten zien over tijd. Dus dat is die bovenste lijn die jullie zien. Maar ook daar zie je dat op meetmoment 5, dus W5, dat ook weer afneemt. Dus de vraag die we ons kunnen stellen is, oké, als we nou weten dat een bepaalde groep meer antisociaal gedrag laat zien, of een milde vormen van delinquent gedrag, en we weten ook dat dat afneemt, net als de groep die dat helemaal niet ontwikkelt. Is het dan iets wat we überhaupt mee moeten nemen in interventies? Want we weten dat het uiteindelijk ook weer afneemt. Of kunnen we ons dan beter richten op die life persistent adolescenten die ook echt doorgroeien tot criminelen en in de criminele circuit vaak terechtkomen? Dat is een vraag waar we later ook tijdens de gedragsontwikkeling op terug zullen komen. Dus dat waren eigenlijk de 4 belangrijkste thema's die aan bod komen. De literatuur die jullie moeten lezen en die bij les 1 hoort, dat is de APA Practitioner Manual uit 2002. Die gaat over relevantie van ontwikkelingen van adolescenten voor professionals in de klinische praktijk. En daarbij wil ik ook dat jullie het artikel van Steinberg en Morris lezen uit 2001. En dat geeft eigenlijk een kritische reflectie over adolescentiepsychologie en belangrijke thema's daarbinnen. Dus dan tot besluit wat jullie van dit college in ieder geval hebben moeten opsteken, is dat er een wisselwerking is tussen de 4 domeinen. En dat daarnaast ook de rol van omgeving belangrijk is. En dat we daar dus ook verder op door zullen gaan. En hierna zal het college zijn over cognitieve ontwikkeling. Dus dan gaan we echt inhoudelijk aan de slag met een van die thema's. Zijn hier nog vragen over? Nee?